vijzelen. De vijzel kun je gebruiken om allerlei gedroogde specerijen fijn te malen. Het is helemaal handig bij kleine hoeveelheden, omdat er dan bij een staafmix of keukenmachine bijna niets overblijft. Er zijn verschillende soorten vijzels. Wij gebruiken hier een ruwe, wat soms makkelijker is voor het vermalen van harde ingrediënten en specerijen. Maar het is niet noodzakelijk als je met verse kruiden en olie werkt. Nu vijzelen we het koriander en komijnzaad fijn. Rustig draaien, zodat niet alle kanten opspringt. En een paar keer ronddraaien, zodat je een mooi fijne kruidenmix krijgt, die je weer verder kunt gebruiken in gerechten. Je kunt het ook met harde ingrediënten doen, zoals in dit geval hazelnoten. Eerst zachtjes pletten, dan weer ronddraaien. En zo krijg je mooie notenpasta. Je kunt ook verse kruiden vijzelen. En als je dan wat zout toevoegt, krijg je makkelijker een mooie puree. Die kun je weer gebruiken in een dressing of bijvoorbeeld in een lekkere pesto. Voeg niet te veel ingrediënten tegelijk toe, ongeveer een halve vijzel vol, anders kan het overstromen. Je kunt ook met een klein beetje beginnen, vijzelen en dan steeds meer toevoegen. Zo werkt de vijzel.